ik vind het sowieso een hele mooie eer om hier door jou en deze mensen en dit pracht en praal ontvangen te worden. Ik vind het fantastisch om hier zo binnen te komen varen door de Pontjesbrug. Geweldig. Dankjewel voor deze ontvangst. The heart is stronger than you think. Like it goes through anything. And even when you think you can't find a way to still push on though. Sometimes you want to run away. And you got the patience for the pain. And if you don't believe me, you look into your heart if it goes on. I'm telling you things get better through whatever. If you fall, then sit up, don't let up. Don't you know you can go be your own miracle? You need to know if the mind keeps thinking you fell in love, but the heart keeps telling you don't give up. Who are we questioning, wondering what is what? Don't give up. Through it all, just stand up. Through it all, just stand up. We maken hier de mammografie van vrouwen tussen de 45 en 75 jaar. Het concept screening moet begrijpelijk zijn van ja, waarom moet ik iets doen als ik geen klacht heb. Ja. En ook is men toch wel vaak bang van stel je voor dat er nou iets ontdekt wordt. Ja. Namens Fondation Prevention heet ik u van allen welkom voor deze speciale dag ter gelegenheid van de aankomst van het schip Cardo met aan boord de heer Luc Overtoom. Dames en heren, ik geef u het woord aan professor Bob Pinedo. Het is een emotionele dag voor ons alle drie, of meer dan drie. En waarom? Het is allemaal begonnen, denk ik, rond 97, dat wij elkaar hebben leren kennen. En dat ik Trudy heb leren kennen. Als je het over uitgezaaide borstkanker hebt en kwaliteit van leven, dan kan ik zeggen dat die 12 jaar die ik haar heb gekend, als behandelaar, heel mooi waren. En het is ook heel bijzonder om Addis hier te zien bij jou. En want jullie lijken zo op elkaar, je lijkt zo op je zus, dat is heel bijzonder om dit te zien. Jullie, zo'n behandeling, langdurige behandeling, dat gaat niet zonder problemen. En als ik je reis zo zie door de golf van Biscayen, dan is dat wat jullie daar hebben meegemaakt, dat zijn dingen die patiënten ook tijdelijk meemaken. Maar toen je uit die golf was, was het weer goed. En zo maken patiënten die het zo lang leven, inderdaad, komen ze die golven soms tegen. En dan moet je ze doorheen helpen en dan gaat het weer goed. Nou, ik vind het een grote eer dat jullie hier op bezoek zijn. Dat je Curaçao als eerste land aandoet, dat is symbolisch heel bijzonder. Luc, we hebben een aandenken in Curaçao. En je bent overdag aangekomen in de haven. Je hebt de haven van Curaçao gezien. De haven van Curaçao heeft voor alle bewoners en voor degene die Curaçao bezoekt een hele speciaal karakter. Wij hebben dit willen doen. Het is niet overdag, het is 's avonds. Er is een aantal redenen waarom ik deze reis maak. Natuurlijk is het in eerste instantie om geld bij elkaar te zeilen
voor de financiering van de research van therapie op maat in het CCA. Maar het is ook, en daar wil ik graag de nadruk op leggen, op de behandeling van jou en de medische staf gedurende de periode dat Trudy ziek was. En dat is zo'n bijzondere periode geweest, omdat je dat werkelijk op een fantastische manier hebt gedaan. Is er ook nog een andere reden dat ik deze reis maak, en dat is op het oog in memoriam aan Trudy. En toen ik Martinique aankwam varen, waar onze boot jarenlang heeft gelegen, toen had ik een wel bijzonder emotioneel moment. En het was prachtig om daar weer terug te komen. Nu ik in Curaçao ben en deze warme welkom zie, georganiseerd door iedereen die hier aanwezig is. Dank voor alle aanwezigheden, alle aanwezigheid van jullie. Dat is zo dierbaar en zo warm. Heel hartelijk dank voor dit feest. Dankjewel.